Een korenschoof gebonden boeket. Het lastige van een korenschoof gebonden boeket is de manier van vasthouden. Zeker aan het begin. Die paar stelen, dat is lastiger als straks een heel boeket vast te houden. Je begint met de hoofdbloem. De bloem die in het midden van het boeket komt. Die hou je op een bepaalde manier tussen je vijf vingers vast. De tweede bloem, die komt daar schuin op te liggen. De derde bloem, die komt weer bijna parallel aan de tweede. De vierde bloem komt daar ook weer parallel aan te liggen. Maar je ziet nu al het effect van korenschoof binden. Deze komt hier ook weer spiraalgewijs erop te liggen. De bloemen komen aan de linkerkant, de onderkant van de stelen komt aan de rechterkant. Waar je ook op moet letten is de verhouding van het gedeelte boven je hand, boven de vaas, of wat in de vaas komt. In de vaas is 1/3 van de steel. Uit de vaas of boven je hand is 2/3 van de steel. Steeds maar weer schuin er bovenop leggen. Je ziet dat mijn duim en wijsvinger al steeds dichter bij elkaar komen. Het wordt al de opening van de vaas. En het vasthouden wordt dus dan ook steeds makkelijker. Maar het blijft mooi spiraalgewijs werken. Je gaat de fout in als je de bloem ineens rechts neerlegt en aan de onderkant links. Kijk, want dan kruis je ook. Maar het is minder makkelijk, want mijn duim zit nu in de weg. Op deze manier gaat hij bijna automatisch goed vallen. En zo krijg je een korenschoof gebonden boeket. Een blinde knoop. Een blinde knoop wil zeggen dat je begin en uiteinde van het touw straks niet meer ziet. Dat is weggewerkt. Een blinde knoop wordt gebruikt bij een parallel gebonden boeket. Uiteinde van het touw leg je omhoog, richting de bloemen. Aan de onderkant komt een lus. Door deze lus wordt straks andere uiteinde van het touw gestoken. Het touw bind je vrij strak om de stelen heen. En het touw, dat komt ook parallel te liggen. Dat wil zeggen dus, het touw komt naast elkaar, niet over elkaar. En doe het maar strak, want ja, die stelen die bewegen anders nog wat. Moet stevig in elkaar zitten. Uiteinde van het touw doe je door de lus. En het touwtje aan de bovenkant, daar trek je aan. En dan verdwijnt de knoop onder het touw. En dan knip je de boven- en de onderkant. Knip je weg. En dan heb je een parallel gebonden blinde knoop.